Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Om half twee vanmiddag had een groot deel van het land nog te maken met bewolking, maar in het westen en noordwesten zien we al een beetje wat blauw tussen de wolken doorkomen. Daar schijnt af en toe de zon. In de loop van de middag zal dat op wat meer plaatsen gaan gebeuren, alleen in het oosten en zuidoosten van het land en ook het oosten van Groningen en Drenthe, daar houdt bewolking de overhand en valt er nog steeds van tijd tot tijd wat regen. Op de radenbeelden kunnen we dat ook terugzien. Een band met neerslag ligt over de zuidoostelijke helft van het land. In het noordwesten komen een aantal buien voor, en enkele keer zelfs met een klap onweer. Maar die buien zien we inmiddels ook alweer wegtrekken. In het westen en noordwesten is het dus al grotendeels droog. Vanavond ziet het plaatje er dan als volgt uit: in de kustgebieden misschien een enkele bui, maar verder is het op veel plaatsen eigenlijk al droog. In het oosten en zuidoosten nog steeds wel kans op een beetje regen en daar dus ook de meeste bewolking en de rest van het land een paar opklaringen. Zo halverwege de avond is het een graad of 9. De stevige zuidwestenwind gaat in de loop van de avond geleidelijk aan afnemen, en komende nacht is die zwak tot matig kracht 2 tot 4. Verder dan op veel plaatsen een aantal opklaringen. Het koelt af naar 5 tot plaatselijk 2 graden. In het oosten en zuidoosten hebben we alleen nog veel bewolking en nog steeds kans op een klein beetje regen of motregen. En dat is ook morgen vroeg nog het geval. Pas in de loop van de ochtend gaat de neerslag eindelijk wegtrekken. In de middag ontstaan er dan weer een aantal buien, vooral verder landinwaarts. In de kustgebieden denk ik dat het op veel plaatsen toch wel droog blijft. Het wordt 11 of 12 graden en er waait een matige wind uit noordwestelijke richting. Dan de zondag. Die ziet er eigenlijk gewoon heel aardig uit. Een middagtemperatuur rond de graad of 14. De zon schijnt behoorlijk, ondanks een matige noordelijke wind die het voor het gevoel nog wel eventjes wat frisser maakt. Op maandag en dinsdag is het een graad of 13. Is er wel weer kans op een aantal buien, maar schijnt ook af en toe de zon. Vooral op maandag waait het nog vrij stevig uit zuidwestelijke richting. Maar dan de tweede helft van de week. Die ziet er echt veelbelovend uit. De temperatuur gaat duidelijk verder aan omhoog en op vrijdag komt die al rond de graad of 20 uit. En de dagen daarna kan het zelfs nog een klein beetje warmer worden. Het is nog wel een beetje onzeker, maar dat het in ieder geval gedaan is met het koude weer, dat is zeker. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.